Ik had je niet verwacht na die woedeaanval op kantoor. Ik ben er toch? Ik zou wat drinken bestellen. Ik hoef niks. Ik heb me dood geërgerd aan je, Rien, vanmorgen. Ik ben er van de waanbeeld van de ideale zakenman in je hoofd en ik probeer nog aan te voldoen ook. Je bedoelt, mijn vader is een waanbeeld. Dus daar heb je meer hoor. Ik dacht dat je je nou ondertussen wel een beetje had losgemaakt van die vader van je. Ik ben best wel wat gewend, maar zo'n keihard standpunt ten over alles en iedereen, dat is gewoon niet leuk meer. Linda, ik sta ontzettend onder druk de laatste tijd. Eerst die jongen die ik ontslagen heb, die daarna zelfmoord probeert te plegen. Dan Jeannette, die tijdens mijn afwezigheid op eigen houtje probeert te handelen. Ten slotte belt vanmorgen die woekeraar op voor wie ik geld heb geleend. Of ik besefte dat ik nog maar een maand tijd voor mijn 13.000 gulden over de brug te komen. Oké, sorry. Over Jeannette wil ik echt niks meer horen. Dat geld, dat kan ik me nog enigszins voorstellen. 13.000 gulden. Binnen een maand. Waar haal ik dat vandaan? Ja, ergens anders lenen. En weet je wat het allemaal zo ironisch maakt? De enige die op dit moment geen hekel aan me heeft, is Arnie. Maar die heeft ook geen geld. Ik weet nog steeds niet of je nou wel vrienden nodig hebt in het leven. Hangt er vanaf wie het zijn. Sommige vrienden kun je missen als kiespijn, zoals die jongen die nou bij Arnie logeert. Een boerderij, Appie heet die, geloof ik. Die twee hebben helemaal niks met elkaar, maar ik doe stug als hoef. Je bent bij Arnie geweest? Ja, ik heb een boek van hem geleend. Dat wilde hem terug toen ik het even ging brengen. Toen heb ik die Appie ook gezien. Lin, ik ben in ieder geval blij dat wij zulke goede vrienden zijn. Klop, klop. Hallo, Mirjam. Contact. Ik ben niet in de stemming. Nee, dan zeg jij. Wie is daar? Miel, dat spelletje wordt toch al niet meer gespeeld sinds jij een luier droeg? Nee, het is weer terug. Klop, klop. Wie is daar? Frika. Ik heb echt geen zin. Mirjam. Frika wie? Frikadel. Zal ik even een kopje thee zetten? Ik heb nog steeds die portefeuille van Rien. Wat moet ik nou doen? Doe net alsof je kleptomaan bent. Wat? Lama, geef maar aan mij. Ik zorg wel dat je hem terugkrijgt. Ik bedenk wel wat. Hoe ga je dat dan doen? Laat dat maar aan mij over. Ik regel vanmiddag wel iets. En ga alsjeblieft niet de hele middag zitten piekeren over de 13e. Misschien wordt het wel de mooiste dag uit je leven. Je gelooft er gewoon niet in, hè? Ja, ik weet het niet. Je denkt toch niet dat Daniël zich opoffert? Nee, het is het laatste waar ik me druk over maak. Ja, maar waar maak je dan wel druk over? Ik vind gewoon dat ik hier zelf moet blijven. Dat is mijn plicht. Ach, wat nou plicht? Ik kan toch af en toe wel een vreselijke conservatieve zeur zijn. Nou, ik vind het een goed idee als Daniël het weekend hier komt. Ja, ik ook. Ik bedoel, het hartstikke aardig van hem. Het lost al onze problemen op. Kortom, meeste stemmen gelden. Simon? Sjaan en Linda zal echt niets overkomen als Daniël hier is. Alsof jij zo sterk bent. Gaat het je om deugdzaamheid? Nee, helemaal niet. Ga je er nou, hè? Ik sta erop. Oké, we gaan vanavond. Ik zie het huis al helemaal voor me. Ik kan niet wachten om de open haard aan te steken. Oh, een taxi. Ik ga wel. Ik ga zo snel mogelijk naar huis. Ik pak mijn spullen en ben heel gauw. Ik kan een beetje meerijden, want ik moet nog in de stad zijn. Hé, hey, Daniël. Kom binnen. Goedemiddag, Annette. Hey. Bedankt. Ik zie je zo bij de taxi. We nemen je aanbod heel graag aan. Als waakhond te spelen. Maar ik moet er nu meteen vandoor, want ik kan met Annette mee rijden. Oh, ja? Leuk, boel. Oké, tot straks. Dag. Dus het is allemaal geregeld? Alles geregeld. En bedankt, hè? Ja, ik. Geniet jij maar lekker van je weekend. Ja, dat zal wel lukken. En jij hebt je ook geen zorgen te maken, want hier zal ook wel niks fout gaan. Ik maak me geen zorgen, jongen. Alles komt goed. Ja. Zo, uitgeluncht? Ja. Is er nog gebeld voor me? Ja, meneer Peters heeft gebeld. Ah, nou wat wilde hij? Dit zal je niet leuk vinden, maar hij wil dat ik voortaan hier zijn opdrachten begeleid. Als je hem nog wil bellen, maar hij zal het echt bevestigen, hoor. Dus jij bent al precies zoals ik dacht dat je was.
Ik hoef hier maar 2 dagen weg te zijn of jij probeert hier de zaak over te nemen. Vrouwen die macht ruiken zijn nog erger dan mannen. Jij zat natuurlijk al heel lang op dat account, daar haast ze niet. Het is een belangrijke klant, Rien. En we kunnen het ons niet permitteren die te verliezen door jouw tijdelijke afwezigheid of jouw fantasieloze aanpak. Jij zou mij eigenlijk moeten bedanken. Wat ben jij een secret? Ik geloof niet dat jij in de positie bent om mij voor wat dan ook uit te maken. Of heb jij soms behoefte aan openbaarmaking van de smerige spelletjes die jij gespeeld hebt sinds jij hier werkt? Dat heb ik allemaal heel netjes bijgehouden, Rien. En je weet dat ik een geweldig geheugen heb en dat ik een hele keurige boekhouding kan bijhouden. Gaan we op die toer? Goed. Je hebt erom gevraagd. Oh, mij intimideer je niet, hoor. Kom maar op. Ik ben niet bang voor jou. Ik wou dat ik dit kon opnemen. Nou, het zal mij niets verbazen als jij dat allang in het geniep aan het doen was. Kleine Nixon. Hoe kom jij anders opeens op dat idee? Nou, tape jij dan maar het volgende, Rien. Ik vind dat jij een afschuwelijke, domme en onprofessionele houding hebt die slecht is voor het bedrijf. Erger nog, ik denk dat jij dat heel goed weet. Waarom heb jij die arme jongen anders laatst ontslagen? Weet je wat jouw talent is? Bluffen. En mensen gebruiken om vervolgens met hun veren te gaan pronken. Niet met de mijne, Rien. Jij bent een hufter. En je zult van goede huizen moeten komen om mij klein te krijgen. En ik meen ieder woord wat ik gezegd heb. Leuk dat ik je toevallig tegenkwam, want ik heb je de laatste dagen eigenlijk nauwelijks gezien. Ik had de haastklus. Bedankt. Alsjeblieft. Voor die Petersen? Ja, dat is behoorlijk hard werken. Ja, je was inderdaad gisterochtend heel vroeg op. Maar is het goed gegaan? Resultaten naar je zin? Nou, het moest allemaal nog op het laatste nieuwtje georganiseerd worden, dus... Ik had gelukkig geen tijd om zenuwachtig te zijn en hij belde nog vanmorgen. Het bureau, meneer Petersen, hij was heel enthousiast en hij noemde me een nieuw veelbelovend talent. Jammer hè, dat het altijd zo lang duurt voordat ze erachter komen wat je waard bent. Maar word je nu voor al die commercials ingezet? Ik weet het niet. Er komt vast wel wat uit, maar ik weet alleen nog niet wat. Ja, je verdient het. Dank je. Heb je Arnie nog gisteren gezien? Nou, ik belde toevallig het hotel op om even je geluk te wensen met de opnames. Maar het was al te laat. Het meisje dat ik sprak, die zei dat je weg was en dat je nog even langs Arnie zou gaan. Nou ja, waar bemoeit ze zich mee? Ach, het geeft toch niet? Ik krijg schoon genoeg van dat geklets. Wat maakt dat nou uit? Ik had je toch moeten bellen, want we hebben dit weekend een gast, Daniel. Simon en Annette gaan alsnog dat weekendje weg. Ik vond het ook zo zielig voor hen. Ze hadden zich zo de vreselijk op verheugd en ik wil het gewoon niet verpesten. Nou, en toen bood Daniel ons aan om voor Waakhond te spelen het weekend. Oh, sorry, Jan, maar ik ben er niet. Oh, op die manier. Ja, Simon wist ervan hoor, ik heb het hem verteld. Maar je bent toch niet in Rien geïnteresseerd? Wel in Arnie, of vergis ik me? Ik wil er liever niet over praten. Nee, maar wees dan tenminste eerlijk tegen jezelf. Dien is er nou toch niet bij. Waar ben je nou toch mee bezig? Ik wil er gewoon voor zorgen dat ik straks nog iemand heb. Arnie is niet in me geïnteresseerd en daar kan ik op dit moment weinig aan doen. Rien is het enige dat ik nog heb.